Wat we als gemeente hebben gedaan al de afgelopen jaren is heel veel gesprekken en ook heel veel geholpen de stichtingen om te laten zien van wat kan je doen. Daar zijn wel bepaalde investeringen mee gemoeid en die zijn vrij aanzienlijk, dus die moeten we kunnen verantwoorden. Dus we hebben gevraagd aan de stichting van laat ons nou zien dat als die loods er komt met die sporen, dat jullie ook daar de boel kunnen laten draaien. De stichting kwam al 2 keer met een plan waarbij ze zelfs hulp kregen van een specialist. Maar tot hun grote verbazing zijn beide plannen afgekeurd. Dat plan hebben we laten beoordelen door onafhankelijke deskundigen en hebben we zelf naar gekeken. En daarom was de conclusie dat wat er toen, een klein jaar geleden lag, dat het nog niet voldoende zekerheid voor ons biedt om te verantwoorden dat we dat geld daarin in investeren. De stichting komt binnenkort met het derde plan en die gaat direct naar het nieuwe college.